In een slecht moment denk ik wel eens, ik ben alles kwijtgeraakt. Vrienden, de kans op een baan, het vertrouwen van mijn ouders. Dat is ook wel zo, maar ik heb het zelf veroorzaakt. De buurjongen zal precies hetzelfde voelen, maar hij kan er niks meer aan doen. Hij was op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. En ik heb dat moment zelf veroorzaakt. Nog hoor ik hem kermen, liggend op de straat. Nog zie ik omstanders in paniek om hulp roepen. Overal lag glas. Ik zie de beelden nog bijna dagelijks voor me. Laat me gewoon niet meer los. De gevolgen waren ook een verschrikking. Opgepakt worden door de politie, vastgezet en verhoord. Dom als ik was, heb ik eerst ontkend. Geen vuurwerkbom gemaakt, geen vuurwerkbom afgestoken. Terwijl getuigen waren, terwijl ik wist dat Tessa nooit zou liegen. De buurjongen van Tessa zat bij mij op voetbal. Hij heeft heel lang niet meer met me willen praten. Ik ben zelf wel van de club gegaan. Ja, het duurde niet eens zo lang. Zo'n vuurwerkbom heb je zo gemaakt. We deden het eigenlijk gewoon puur voor de kick. Gewoon eens een echte, harde knal. Natuurlijk wilde niemand verwonden of iets vernielen. Als je ziet wat voor vuurwerk in die bom was verwerkt, dan wisten we natuurlijk ook wel dat we gevaarlijk bezig waren. Ja, wie bedacht heeft die bom bij een bushokje te leggen, dat weet ik niet eens meer. Had het maar nooit gedaan, dat had ons waarschijnlijk heel veel ellende bespaard. En toen stond ik ineens voor die rechter. Tessa was minderjarig, dus de gevolgen voor haar waren anders. Ik kreeg de volle map te verwerken. Vastzitten in een voorarrest, daarna een straf. En nu heb ik een strafblad. Mijn ouders schamen zich tot op de dag van vandaag voor mij. De komende jaarwisseling ben ik weg. Ik wil hier niet meer in de buurt zijn. De herinneringen zijn gewoon te pijnlijk. En dat ik en Tessa niet bij elkaar zijn, daar heb ik het nog niet eens meer over. Een strafblad? Nou, dat is echt verschrikkelijk. In mooi Nederlands ben ik opgenomen in het Justitieel Documentatieregister. Klinkt stoer, hè? Nou, forget it. Als iemand vraagt om een verklaring van goed gedrag, dan denk ik, daar ga ik weer. Weer geen baan. Wie wil iemand met een strafblad? En dat terwijl legaal vuurwerk gewoon te koop is. En je mag dat gewoon afsteken, niets aan de hand. Nee, het zou vorig jaar allemaal anders moeten, had ik me bedacht. Niks gewoon vuurwerk, een echte knal zouden we maken. Nou, de knal van die bom galmt nu nog na. Ik sta te boeken als die gek die de buurjongen van Tessa aan een oogblind heeft gemaakt. Wat extra pijn doet, is dat zoveel mensen de gevolgen moesten ondervinden. En dat geluid van een celdeur die achter je op het slot valt, dat wil ik nooit meer meemaken. Ik zie op tegen 31 december. Ik denk dat ik de nacht van vorig jaar nooit vergeet. Dit verhaal staat niet op zichzelf. Elk jaar gebeuren er soortgelijke ongelukken tijdens de jaarwisseling. Kijk dus uit wat je doet. Lekker knallen? Tuurlijk. Maar niet verknallen.